Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Vandaag de allerlaatste Nederlandstalige nieuwe tourkaarthouder. Het is Mario van der Boogaard. Hij regeerde eigenlijk al de hele Q-school lang. Plaatste zich als nummer 1 van de ranking met een ongelofelijke 12 punten. En nu heeft hij zijn tourkaart. Gefeliciteerd, Mario. Dank je wel. Dank je wel. Had je het eigenlijk verwacht dat jij toch met enig gemak je tourkaart zou pakken? Ja, dat verwacht je nooit, maar de doelstelling was er wel. Het was nu het derde jaar dat ik meegedaan heb. Mm-hmm. En de eerste 2 jaar heb ik dicht geweest, maar de laatste dag niet. Een beetje verbrot eigenlijk, van mezelf. En word ik daar alleen in. Vorig jaar was 10 dagen dat we daar zaten. Dus dat was niet zo simpel. En nee. Nu, ja, maar ik zat er met een heel goed gevoel eigenlijk. Een goed gevoel. Ja, je begon zoals de meeste darters in de first stage. Bereikte meteen de kwartfinale. Mocht dan daarna eigenlijk dus een paar dagjes rust pakken. Was dat juist wel heel lekker? Ja. Maar ja, het was iets. Als je direct kan kwalificeren, was er zo'n pak die van je afviel. Dat je weet dat je. Eens. Dan gaan we even snel kijken naar de final stage. Blikken we daarop terug. Meteen op dag 1 haal je de finale. Verlies je dan met 6-0 van een heel goed spelende Justitia. Kan je weinig aan doen natuurlijk. Ja. Je haalt wel de finale. Je weet eigenlijk op dag 1 weet je al van, nou, dit gaat nog moeilijk worden dat ik hier dat ik hier geen tourkaart pak. Wat dacht je toen je die avond naar bed ging? Dat lekker die 5 punten meegenomen was, hè. Finale viel het niet meer van mij. Hè. Niets. Hè. Zesde, maar blijven werken. En verleden jaar heb ik 2 maal verloren van Justitia. Die dan ook heel sterk speelde. En het zat in mijn hoofd, zei ik ga hier niets meer forceren. Gewoon spelen en we zien wel. Maar die was super sterk. Ja. Niks aan te doen inderdaad. Na 2e dag haal je de laatste 16. Pak je dus weer een aantal punten. Dag 3, weer de finale. Wat was het moment dat jij dacht van nu is hij wel echt binnen hoor. Hè, wanneer kwam die rust weer? Achter dag 2 al. Dan had ik al 7 punten. Dan wist ik vorig jaar met 6 punten. Allee, 6, 7 punten dat je erbij was. Dus ik had dan nog 2 dagen voor te presteren. Mm-hmm. En de 3e dag speel ik terug weer finale. Zo, dus waar ik heel rust aan en zo, dat was het binnen. Ja, het ging heel erg goed. Je eindigt inderdaad eerste op de ranking met 12 punten en een leksaldo van plus 37. Ja, dat zijn natuurlijk ongelofelijke cijfers. Aankomende 2 jaar zien we jou terug op de Tour. Wat zijn je verwachtingen? Wat wil je bereiken? Probeer die tourkaart veilig te staan voor achter die 2 jaar. We zien wel, ik had er zonder stress. Gewoon mijn spelletje spelen en we zien wat er gebeurt. Dus het is ook een hele nieuwe ervaring voor mij natuurlijk. Klopt, een nieuwe ervaring. Wel met steeds meer Belgen. Ook op Q-School natuurlijk Brian Raman. Jij bent erbij, Tony Martinez. Hè, komt uit voor Spanje, maar hè, daar kan je ook gewoon Vlaams mee praten natuurlijk. Ja, tuurlijk. Denk je dat je je daar thuis gaat voelen op die Tour? Hè? Met wat voor mensen ga je een beetje optrekken daar, denk je? Ja, veel met de mensen van onze Hemeco-management. Hè. Ja. Martijn, Niels, Kim. Kim is een grote steun ook voor mij. Hoor. Gaat mooi worden in ieder geval. Vandaag kwam het nieuws dat de Lakeside en de PDC de WDF en de PDC tot een soort samenwerking kwamen. Dat de 7 tourkaarthouders, waaronder jij, toch aan het toernooi in Lakeside mee mochten doen. Ik sprak jou in Assen toen je daar het kwalificatietoernooi won. Toen was je natuurlijk heel erg blij. Tuurlijk. Nu heb je een tourkaart gewonnen. En heb je er toch voor gekozen om niet mee te doen daar in Lakeside als een van de 2 spelers. Wat was daar de reden van? Dat we zeker voor de PDC-WK niet willen missen. En als je één Pro Tour mist, kan dat... Vorig jaar heeft Niels zo op £500 gestrand voor het WK te spelen. Ja. Dat is wel een samenspraak met Hemeco dat we dat niet gingen meedoen. Dus ja. Risico vermijden om het WK te missen. Ja, ja, ja.
Ja, alles nu 2 jaar, alles op de PDC en we zien wel wat er achterna gebeurt. Hè. Duidelijke keuze. Je bent dus nu 2 jaar tourkaarthouder. Je zal veel moeten reizen naar voornamelijk Engeland. En ja. Nu weet ik dat je ook een baantje hebt als zelfstandig aannemer in de bouw, stond er ook in de krant, in het artikel. Moet er nog iets veranderen bij jou in je thuissituatie of met je baan? Of staat je leven nog niet op de kop als je zo veel moet gaan reizen? Nee. Maar dat is samen met mijn zoon hebben we een goede afspraak gemaakt. Dus hij heeft mij ook de kans om die 2 jaar te proberen en we zien wat er gebeurt. Dus ja. Nou, dat is ook wel lekker dat je die vrijheid gewoon hebt, natuurlijk. Tuurlijk. Ja, ik ben nu ook al kom 49 jaar, dus ja, ik moet er nu van profiteren. Anders, hoe langer dat maar duurt, kom ik ook ouder en tegen de oude jonge geweld. Ja. Ja, je gaat zo je debuut maken inderdaad op 49-jarige leeftijd bij de PDC. Had je dat ooit kunnen dromen eigenlijk? Ja, het was een droom, maar ja, dus ja. Niet alle dromen komen uit, hè, natuurlijk. Maar deze droom kwam inderdaad wel uit. In het artikel waar ik het net ook over had, het was een krantartikel dat je ook op je Facebook deelde, stond ook dat de steun van je vrouw Carla, die achter de schermen net heel erg heeft meegeholpen met de Zoom-verbinding, dat die heel erg belangrijk was. Denk je dat zij ook, en natuurlijk ook de rest van je familie, belangrijk zijn in het feit dat jij nu heel veel gaat reizen en misschien wel vaker alleen bent op zo'n hotelkamer? Ja, we gaan proberen dat Carla zoveel, dat ze zoveel mogelijk kan meegaan, maar natuurlijk met haar werk, we zien wel, vele pro-tours worden in het weekend gespeeld, dat wordt nog geen zo'n probleem. Mm-hmm. Maar dat dat in de week is, dan ga ik er soms alleen voor staan en ook heb mijn best proberen te doen, zoals altijd, ja. Ja, dat komt vast goed. Mario van der Boogaarden, we zien je terug 2 jaar lang als tourkaarthouder. En hopelijk zien we jou een tv-toernooitje pakken. En uiteindelijk natuurlijk in de Alexandra Palace op dat podium. Veel succes. Ja, dankjewel. Dag.